foto's van de Nijmeegse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, die eerder op plein 44 stonden, zijn dinsdagochtend verhuisd naar hun definitieve locatie bij het monument De Schommel aan de Mariekestraat. Historicus Rob Jaspers maakte zich daar met vele Nijmegenaren in zijn kielzog in de afgelopen maanden sterk voor. Er is op 21 februari is er een herdenking geweest van het bombardement in de stad. 22 februari uiteraard ook. En toen stonden er op plein 44 enorme trotters met de gezichten van alle doden. En dat maakte zoveel indruk dat iedereen wilde, die moeten definitief ergens een plek krijgen. En vervolgens zijn we gaan zoeken, hoe kun je dat doen? Die trotters waren op plein 44 enorm groot. Nou, dat is heel lastig om een plek te vinden. We hebben hier bij het stadhuis Emmershof, waar vroeger een kleine school stond, de zusterschool stond, waar veel kinderen getroffen zijn door het bombardement, hebben we een prachtige plek gevonden om hem hier op te hangen. En dat vergt overleg met de gemeente, met de omgevingsdienst, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want je hebt een officiële vergunning nodig. En uiteindelijk is dat gelukt. Ik weet hoe mensen toch die herinnering koesteren aan de kinderen en de volwassenen die gedood zijn door het bombardement. En om ze hier te zien, dicht bij de Schommel, die om de hoek zit, waar de speelplek van de school was. En de Schommel, de herinnering aan het bombardement, echt het symbool van het bombardement, om die hier te zien, ja, vind ik indrukwekkend. Ze zijn bijzonder voor de Nijmegenaren die familieleden verloren hebben. Maar het is ook bijzonder voor alle Nijmegenaren, omdat je moet de geschiedenis van de stad kennen. Je moet de pijn van de stad kennen. En de oorlog heeft enorm veel pijn veroorzaakt in deze stad. En mij heeft dat altijd verwonderd dat eigenlijk die pijn van de oorlog zo lang stilgehouden is. Dat mensen er niet over praten. Het is pas 25 jaar dat echt hierbij stilgestaan wordt. En ik vind dat je de pijn van de oorlog nooit moet vergeten, omdat het misschien ook een waarschuwing is voor toekomst, waar misschien wel weer een keer een oorlog dreigt. En dan moet je bij stilstaan. Oorlog is waanzin. En deze beelden laten zien wat er verwoest wordt aan levens.